Sinds de invoering van het nieuwe zorgstelsel zijn alle ziekenhuisfusies goedgekeurd onder de mededingingswet. Autoriteit Consument en Markt meent dat patiënten en verzekerden hier baat bij hebben. Dat is echter maar de vraag. Het wettelijke toetsingskader wordt namelijk stevast losgelaten. Het Nederlandse zorgstelsel gaat uit van gereguleerde concurrentie en dat betekent dat streng mededingingstoezicht van het cruciaal belang is. Ook voor zorgmarkten geldt namelijk dat zij alleen in het algemeen belang werken zolang sprake is van voldoende concurrentie. De wetgever heeft dat goed begrepen in 2006. Als je de markt inzet om de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te maximaliseren, dan is het zaak om de mededinging goed te beschermen. Dus de algemene mededingingsregels zijn ook van toepassing op de zorgsector. Daarmee zou het dus eigenlijk zo moeten zijn dat mededingingstoezicht op ziekenhuisfusies business as usual is. ACM denkt daar echter anders over en komt telkens weer met andere manieren om onder de toepassing van artikel 41 uit te komen. Dat heeft tot gevolg dat ziekenhuizen de concurrentie beperken voordat die goed en wel van de grond heeft kunnen komen. Een goed voorbeeld is de West-Brabantse fusie tussen het Lievensberg in Bergen-op-Zoom en Sint-Franciscus in Roosendaal. Die zaak komt binnenkort voor de rechter. En in deze zaak gaan drie dingen mis. Het eerste wat misgaat is de relevante marktafbakening. De geografische markt die wordt wel groot afgebakend, maar niet precies. Hierdoor lijkt het marktaandeel van het fusieziekenhuis kleiner. Deugdelijk mededingingsonderzoek vereist echter precieze marktafbakening, ook wanneer dat tot hoge marktaandelen leidt. Vervolgens worden de gevolgen van de fusie niet afgezet tegen de huidige situatie, maar tegen de toekomstige mededingingssituatie. In die toekomstige situatie worden de kwaliteitsnormen en volumenormen verdisconteerd die ertoe zouden leiden dat één of beide ziekenhuizen een groot deel van de behandeling niet langer zouden aanbieden. Dat heeft twee voordelen wanneer je een ziekenhuisfusie wil goedkeuren. Het eerste voordeel is dat een fusie tot minder negatieve gevolgen leidt, omdat de fuserende ziekenhuizen niet langer met elkaar concurreren voor een groot deel van de behandelingen. Het tweede voordeel is dat het erop lijkt dat er ook positieve gevolgen zijn, omdat het fusieziekenhuis die behandelingen wel zal kunnen aanbieden. Het punt is alleen dat niet is voldaan aan de bewijsvereisten die gelden voor het hanteren van een toekomstige mededingingssituatie. De aangehaalde kwaliteits- en volumenormen zijn verre van definitief. De wijze waarop die kwaliteits- en volumenormen de mededingingssituatie zullen beïnvloeden is niet geconcretiseerd, laat staan gemotiveerd. En verder is het eigenlijk niet de bedoeling dat conclusies worden verbonden aan een toekomstige mededingingssituatie. Failing firm en efficiency verweren die komen pas later in de procedure aan de orde. Eerst moeten de negatieve gevolgen van een fusie worden vastgesteld. Ten slotte worden de standpunten van zorgverzekeraars als het gaat om compenserende inkoopmacht zonder meer overgenomen. Dat is vreemd. Die standpunten zijn namelijk niet of nauwelijks onderbouwd. En verder is niet gezegd dat zorgverzekeraars zonder meer de belangen van hun verzekerden vertegenwoordigen. Zoals we weten, de markten voor verzekeraars zijn behoorlijk geconcentreerd. En in sommige regio's lijkt sprake van weinig concurrentie. Dat betekent dat daar waar een fusie tot weinig keuze voor patiënten leidt, het zomaar kan zijn dat een zorgverzekeraar vindt dat die fusie de inkoop van zorg wel zo overzichtelijk maakt. Verder valt op dat zorgverzekeraars niet de maat der dingen zijn wanneer zij zich tegen een fusie uitspreken. Hoe garandeert het wettelijk toetsingskader dat patiënten en verzekerden baat hebben bij een streng mededingingstoezicht? Dat gebeurt op twee manieren. Ten eerste doordat het toetsingskader tegenwoordig volgens een economische benadering wordt uitgelegd. Daardoor werkt fusietoezicht als een soort verantwoordingsmechanisme voor de markt, waarbij niet alleen naar de kosten van een fusie voor de zorg wordt gekeken, maar ook naar de baten van een fusie voor de zorg. En ten tweede, doordat dat toetsingskader een structuur biedt voor objectief onderzoek, dat voorkomt dat de private belangen van ziekenhuizen en verzekeraars zwaarder wegen dan de publieke belangen van patiënten en verzekerden. Precies zoals het hoort.